Welkom terug. In de vorige video hebben we gekeken hoe we gebruik kunnen maken van onze geometrie, van onze muren, om daar de juiste formaat van onze ramen voor te creëren. En dan is het nu tijd om even te controleren hoe het er in Unity uitziet. Dus voor we gaan exporteren, gaan we eerst nog even naar Unity, de Unity Hub. En dan kies je voor nieuw. Je kiest de juiste versienummer van Unity die je wil gebruiken. In ons geval gebruiken we 2019.4.3. Daar klik je op en vervolgens geef je het een duidelijke naam. Dus project ArcVis of mijn plattegrond. Nou ja, dat kan je zelf bepalen. Je zorgt even dat dit naar de goede locatie toegeplaatst wordt. En vervolgens kies je weer, net als vorig project, kies je voor Universal Render Pipeline. Nou, in mijn geval heb ik hem al gemaakt. Zoals je ziet heb ik hier een project openstaan. Dus daar klik ik op en vervolgens zal Unity gaan openen. Dus dat duurt even een tijdje. Dan krijg je het scherm. Dus voor we wachten dat Unity opgestart is, gaan we even terug naar Blender. En gaan we even zorgen dat we de export settings goed hebben gezet. En dat we hem even kunnen exporteren naar Unity toe. Eerst moet je dus even door je model heen kijken. Kijken of je nog objecten hebt die je gehide hebt. Als ik in mijn model kijk, nee, daar zit alles staat aan. Controleer ik ook nog even de side view. Je zult nu merken dat ik hier nog wel een paar objecten heb die niet helemaal goed benoemd zijn, omdat ik ze gekopieerd heb. Ik heb de ramen gekopieerd en vervolgens aangepast. Dus dat ik bijvoorbeeld ook een ander raam heb waarbij ik de ramen bijvoorbeeld dicht kan doen. Open en dicht kan doen. Een volgende tip die ik ook nog even wil geven is, je hebt natuurlijk deuren gemaakt straks en ja, in standaard staan de deuren dicht en die wil je eigenlijk open doen of dicht doen wanneer je dat wil om rond te kunnen lopen. Het is belangrijk dat je je pivot pointers even goed zet. Dus kijk waar de deur opent, dus in mijn geval opent de deur naar binnen. De deurknik zit hier, de scharnieren zitten hier. Dus mijn draaipunt is op deze hoek, dus niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Wat je dan kan doen is het object selecteren. Het kan dus een raamkozijn zijn of het kan dus een deur zijn. Je selecteert het, je gaat in edit mode, ga je in edge selectie en vervolgens selecteer je de edge waarom mijn deur straks moet gaan roteren of jouw deur moet gaan roteren. Vervolgens druk je op Shift S. Dan krijg je een pop-up menu, de pie menu en dan kies je voor cursor to select it. En dan zie je dat mijn 3D cursor zich verplaatst naar het midden van de geselecteerde lijnen. Nou hoeft niet precies in het midden te zitten. Hij kan ook bijvoorbeeld aan deze kant zitten, maar het is belangrijk dat hij wel vast zit aan deze edge. In deze hoek, zodat hij vanuit daar kan draaien. Vervolgens ga je weer in object mode. En je wil dus nu zorgen dat, en in mijn geval staat mijn pivot point erom, je wil dus zorgen dat de pivot point naar die positie verplaatst. Dus daarvoor kan je op Q drukken, dan kan zijn dat hij ertussen staat. Het Q is voor de Quick Menu. En dan zie je dat ik hier Origin to 3D Cursor heb staan. Mocht je die er niet hebben staan, dan ga je naar Object. Ja, maar je wil een object wil je gaan veranderen. Dan ga je naar Set Origin. En kies je voor Origin to 3D Cursor. En vervolgens zal je zien dat de Origin daar naartoe verplaatst. Om het even te laten zien, zet ik hem even hier neer. Object, Set Origin. Origin to 3D cursor, dus niet origin to geometry, en niet geometry to origin, maar de derde optie, origin to 3D cursor. En vervolgens zie je dat nu mijn pivot point, mijn origin, hier naartoe is verplaatst. Nou, als je dat dus goed gedaan hebt en als je hebt een goede plek, dan kan ik bijvoorbeeld nu met R en ik gebruik Z. Ik wil hem alleen roteren vanuit de Z values, of de Z as. Als ik dat roteer, kan ik mijn deur open en dicht doen. Op die manier kan je dan in Unity ook deuren sneller open en dicht doen om te kijken of er meer lichtinval nodig is of niet. Of je laat de deuren open zodat je er doorheen kunt lopen. Ook dat is weer een keuze aan jezelf. Nou, eveneens heb ik dat gedaan met de openklappende ramen die ik hier heb. Zoals je ziet heb ik hier de pivot point ook aan deze kant staan. Dus als ik deze ramen wil roteren, dan kan ik ze open en dicht doen. In dit geval heb ik hier nog niet geen sluiting aangezet. Ik heb het niet helemaal in detail getrokken. Maar het gaat vooral om de invulling. Als de ramen niet helemaal het detail hebben wat je wil,
Dat is in dit geval geen probleem. Als je meer tijd hebt, zou je ook daar nog tijd voor kunnen nemen om deze details, zoals de scharnieren, etc., er ook nog bij te zetten. Dus dat is iets voor als je eventueel klaar bent met je model. Nu zie ik dat ik hier nog backface sculling heb. Dus ik druk even op edit mode. Ik ga selecteer even alles, shift N. En dan is ook deze deurklink veranderd. Even checken bij die andere deuren. Ik heb natuurlijk de deurklink gekopieerd en gescaled op een negatieve waarde van min 1. En daarop flippen de normals, dus shift N. En als je dat ook gedaan hebt, controleer even of je alles op de juiste manier geëxporteerd wordt. En je weet natuurlijk, als je hier doorheen kunt kijken, dan kan je ook in Unity daar doorheen kijken. Dus ga ik het direct even veranderen, shift N. Dan hebben we de deuren als we willen. Ik heb de kastdeuren nog even opengelaten. Het gaat nu meer omdat we even kunnen testen in Unity hoe het eruit ziet. En vanuit daar gaan we even een lightmap baken. Het is belangrijk, zorg ervoor dat alle objecten die je wilt exporteren aanstaan. Omdat je niet toevallig de ceiling uitgezet hebt, wat we in een vorige video even gedaan hebben, om wat meer ruimte te krijgen om alle objecten goed neer te kunnen zetten. Dus controleer of alles aanstaat. En vervolgens selecteer je alles. En kun je exporteren. Eén ding wat je nog moet doen, is zorgen dat je in ieder geval selecteert wat je niet wil exporteren. Dus in ons geval wil ik de vloer. Die vloer heb ik even gemaakt om een testrender te maken. Dus die vloer wil ik niet exporteren. Ook de camera wil ik niet mee exporteren. Ik heb er geen licht in. Mocht je er licht in hebben, ook lichten exporteer je niet mee. Lichten gaan we allemaal in Unity doen. Dus lichten en shading, zoals een glas shader, dat wordt allemaal in Unity gedaan. Nou, zoals ik hier zie, heb ik mijn empty heb ik non-selectable gemaakt in een vorige video. Dus deze is ook niet geselecteerd. Dus dan weten we in ieder geval dat deze niet mee geëxporteerd wordt. Dus, nou, je kan even kijken in je properties panel, in je outline, om te kijken of alles geselecteerd is. Nou, de camera is niet geselecteerd, dat klopt. En verder heb ik hier alleen maar meshes. En meshes is snel te herkennen door het driehoekje met de drie puntjes eraan. Dus eigenlijk is het een vertex group. Check dat even. Check even naar je benaming of je benamingen goed zijn. En dan gaan we hem exporteren naar Unity. Nu zie je dat ik mijn scaling values hier niet goed heb. Maar dat komt omdat ik mijn plane als laatste geselecteerd heb. En mijn plane heb ik inderdaad niet gereset omdat dat weer was voor een testrender. Dus als ik nu bijvoorbeeld mijn huis, mijn muren selecteer, dan zie ik dat alles weer op 1-1-1 staat. Mocht je dat niet zeker weten, dan kun je ook even kiezen om op Ctrl-A te drukken terwijl je alle objecten voor je muren geselecteerd hebt. En dan kun je ook Rotation and Scale direct toevoegen op alle objecten en dan weet je het zeker. Laatste check en dan kunnen we hem exporteren. Nou, export hebben we vaker gedaan. En dan nog even wat extra opfris. Informatie. Gaan we naar export. FBX. We willen natuurlijk een FBX exporteren. Vervolgens gaan we op zoek naar de map waar we hem opgeslagen hebben. Dus in mijn geval is dat Unity Projects op de D-schijf. En hij heet Project ArcVis. Kijk of Unity al opgestart is. Hij is opgestart. Hierbovenin kun je dan zien welk projectje zit. Dus Project ArcVis. In mijn geval heb ik meerdere projecten al getest. En in dit geval moet ik dus de eerste kiezen. Maak dan een, dan ga je naar assets. En maak in assets, als er nog geen mapje in staat, maak even een nieuwe map met de naam models. Zodat je duidelijk alle models bij elkaar hebt. Een nieuw venster creëren of een nieuwe map maken, doe je door meer op het plusje drukken en een mapje daar. Create file of create new directory. Dan krijg je een nieuwe folder en die noem ik models. Dan weet ik dat daar al modellen in komen. Dan kan je, als je straks interieur gemaakt hebt, kan je ook nog eventueel hier weer andere map in gaan maken. Zoals bijvoorbeeld keukenmodellen, woonkamermodellen, slaapkamermodellen en dat soort dingen. Dus je kunt het voor jezelf zo efficiënt en zo netjes mogelijk inrichten als je zelf wil. In dit geval heb ik alleen een muur, heb ik alleen mijn omgeving. Dus ik maak even plattegrond van, blueprint. We waren in Engels bezig, dus laten we een blueprint gaan maken. Blueprint en ik gooi mijn models.
Nou, vervolgens dus de operator presets. Als het goed is, hebben jullie nog een preset klaarstaan. Die heb je toen de vorige keer in de vorige projecten heb je daar de settings goed gezet. En dan kies je voor die export die we daar geleerd hebben. Dus zorg ervoor dat include selected objects aanstaat. Doe je dit niet, dan wordt je hele scène geselecteerd. En we hebben net heel veel tijd genomen om alles te selecteren wat we exporten willen en alles niet geselecteerd wat we niet willen exporten. Dus selected objects zet je aan. Dus check even of jouw preset nog steeds klopt. Object types, nou in dit geval hebben we alleen een mesh. We hebben nog geen animatie. Transform, scale zetten we op 1. Apply unit scale op FBX unit scale. Forward, z minus c is de forward. De up arrows, I up. Apply unit, use space transform en apply transform. En er zit een driehoekje achter. En dat is meer omdat dit een experimental version is. Maar die is al zo erg voor. Die zit er al zo lang in dat deze nu eigenlijk wel goed werkt. Onder geometry kunnen we nog een face zetten en apply modifiers. Armature hebben we niet, dus we hoeven niet aan te komen. En bake animation zet je dus uit. En ook alle opties zijn dan een grayed out, zodat je weet dat er geen animaties meegebakken worden. Nou, we hebben nog geen textures, dus als we textures willen importeren, dan kies je voor path mode. En kies je voor copy. En vervolgens klik je het vinkje daarnaast aan. Zo kun je je textures ook mee exporteren. Deze setting gaan we later naar kijken. Dus als deze nog niet goed staat, die op auto staat en uit staat, dat is nog prima. Ik zet hem even uit weer. Auto. Dus dit zijn settings die je neerzet en vervolgens export je even je FBX. En wat ik dus nu gedaan heb, ik heb hem direct in de folder gezet waar ik in ga werken. Dat zorgt ervoor dat ik niet constant, als ik de FBX exporteer, de map moet zoeken en dan vervolgens in Unity moet slepen, maar hij kan direct in Unity gezet worden. En dan komt hij direct in de Unity map te staan en dan kan je daar ook bij. Dus klik op export en is geëxporteerd. Dus als we nu Blender even klein maken en we zorgen er weer voor dat wij Unity even naar boven halen, dan zien we dat we dus een start scene hebben. Die start scene die we al vaker gezien hebben, nou, die gaan we dus niet gebruiken. We maken gebruik van onze eigen scène. Wat we kunnen doen is naar File, New Scene. En vervolgens beginnen we met een nieuwe scène met een directional light en een camera erin. Dus we nog even kijken in onze folders. Dan zien we dat ik nu ook een Models folder heb, hierin heb staan. En die hebben we net gemaakt. Als ik nu op Models klik, dan zou daar mijn plattegrond of mijn blueprint moeten zitten. En dat klopt. Ons blueprint zit erin. En als we naar onze spectre kijken, zien we dat daar nu mijn blueprint aanwezig is. Dus stel ervoor dat je de FBX even geëxporteerd hebt, in Unity folder gezet hebt. En dan gaan we in de volgende video gaan we kijken hoe we dit kunnen voorbereiden, zodat we kunnen lightbaken. Dan bakken we het licht in de texture, om alvast een gevoel te krijgen hoe ons huis eruit zal komen te zien als we er straks doorheen gaan lopen. Dus ik zie jullie graag terug bij de volgende video.